In 2007 vond hier een enorme stormvloed plaats. Het water stond een paar meter hoog, hoger dan de normale zeespiegel. En het water stroomde met een enorme vaart het eiland op. Nou, dit is dan die plek waar de filmopnames zijn gemaakt. Dat duin daar in de verte waar die mensen lopen, dat is de plek waar die golven over de duinen sloegen. En je moet je voorstellen dat hier gewoon een paar meter water naar binnen denderde met een enorme snelheid. Het eiland vulde met water, maar ook zand meevoerde. De duinen werden aangepakt door de golven, dat zie je ook op dat filmpje heel mooi. En je ziet hier ook zo'n hele zone van wit zand en ook aan de overkant is dat mooi te zien. Dat zand dat wordt weer opgepakt door de wind en wordt naar binnen gebracht. Nou, dat is hier wel een zorgpunt omdat alles zo begroeid is, dat er wel voldoende zand naar binnen waait. Metingen meer naar het westen van Schiermonnikoog laten zien dat er per strekkende meter zo'n 5 kubieke meter per jaar naar binnen waait. 5 kubieke meter, stel dat voor. Maar dat blijft allemaal eigenlijk hangen in die grote stuifdijken die ooit zijn aangelegd na 1953. Toen men eigenlijk alles wilde afsluiten, die hele Waddenzee wilde inpolderen en het vergeten verder. Hier en dan is daar Ginder in de stuifdijk. Zie, daar ligt er. Die grote lange rij die je daar ziet, die grote lange rij duinen. Daar zo, zie. Ja, bij de hele kust langs heb ik helmgras geplant. Bij de stuifdijk langs, maar allemaal helmgras geplant. Nou, ik heb duizenden gezet. Ongeveer zoveel zet je in gaat. Zoveel. En dan zet je bijvoorbeeld, zie hier een rij. Zo. En een halve meter verder is weer een rij. En dan zet je zo ongeveer. Dit is 50 centimeter en dan zet je zo ongeveer ook een 50 centimeter uit elkaar in de rij. En zo hebben we dan een hele hoek beplant. Zo is het allemaal gegaan. Die stuifdijken zijn wel aangelegd. Dat inpolderingsplan is afgeblazen uiteindelijk. Maar ja, al dat zand blijft hangen in de stuifdijken, want die zijn dicht bepoot met helm. Die helm die vangt heel goed dat zand in. En je ziet dan ook dat op een hele hoop plaatsen, niet alleen op Schiermonnikoog, maar ook op andere Waddeneilanden, die stuifdijken wel dubbel zo hoog zijn geworden, soms ook dubbel zo breed. Dus al het zand blijft erin hangen en niks waait meer door naar het achterliggende gebied, puur omdat ze gewoon te hoog zijn. Nou, dit soort gaten is eigenlijk dus een succes van de natuur zelf. De natuur zelf heeft dit gat opengebroken en nog een paar gaten verderop in de stuifdijk. Uiteindelijk heeft Rijkswaterstaat in de 70e jaren gezegd, we gaan het niet meer repareren, we laten het gewoon open liggen. En ja, je ziet nu dat dit een heel mooi natuurgebied is met hoge natuurwaarden, hele bijzondere planten en dieren die hier zich kunnen handhaven. Echt die pioniersoorten die het moeten hebben van die hele ruige omstandigheden waar de Wadden zo door gekenmerkt worden. Anders nemen zeg maar, van die saaie soorten als struiken die je ook zeg maar, in de bossen in Nederland kunt zien, die nemen het over. Ook om die redenen zou je dus willen, naast dat meegroeien met de zeespiegelstijging, maar ook om die reden van natuur zou je willen dat die stuifdijken voor een deel weer worden verwijderd en dat de natuurlijke condities weer worden teruggebracht. Want daar moet een eiland het van hebben. Daar is het mooie door. Nou, daar ben ik niet voor. Er zijn meer eilanders daar ik wel mee spreken, die zijn er ook niet voor. Waarom moet de boel vernieuwd worden? Waarom moet het weer geld kosten? Het is toch mooi? Het is prachtig nu. Waarom moet dat? Nou, ik kan me voorstellen dat mensen denken van ja, maar hè, allemaal een storm die maar naar binnen raast. Nou, hier woont niemand, dus hier kan het ook makkelijk. Er gaan geen mensenlevens in gevaar worden gebracht op die manier. Je zult er altijd naar moeten kijken op het moment dat je gaten gaat maken in duinen. Maar de werkelijke veiligheid voor de mensen wordt gevormd door de primaire waterkering, de duindijkring die om het bewoonde gebied heen ligt. En die is helemaal gesloten en ook super veilig. Dat is eens in de 4000 jaar storm kan die twee keer weerstaan. Dus dat, ja, dat is zo super veilig, dat ken je eigenlijk bijna nergens op de wereld. En deze duinen die zijn puur aangelegd om de hele boel in te polderen, maar hebben geen functie voor de veiligheid.
ga je meer naar het westen van Schiermonnikoog, dan zie je dat er ongeveer 5 kuub per strekkende meter per jaar naar binnen waait. Nou, dat zand zou je uiteindelijk meer eiland opwaarts willen hebben. En dat is genoeg ongeveer om zo'n 85 centimeter zeespiegelstijging, dus de maximaal verwachte zeespiegelstijging voor de hele komende eeuw, op te vangen. Over een breedte van zo'n 500 meter diep. Nou, dat is formidabel. De rest wordt wel gevoed door de kwelder. Daar komt ook sediment vandaan. Dus dan ben je eigenlijk spekkoper, denken wij. Ik ben er niet zo geweldig mee ingenomen, de meeste eilanders niet. Volgens mij moest er al blijven.